Terwijl Limburgers binnenschuilen voor het herfstweer, trekken vakantiegangers uit heel Nederland naar de provincie. Vakantieparken zitten overvol. Ook Europarks Brunsummerheide ziet weinig verschil met de zomer. Ja, we hebben momenteel net zo druk. Ik verwacht dat dat ook een stukje te maken heeft natuurlijk met corona. Een hoop mensen blijven in Nederland. Daarin zie je wel een klein gedeelte van mensen die wat later boeken. Wat is er mogelijk ook met het buitenland? Maar wij hebben gelukkig nog steeds altijd een hoger percentage. Wat doen mensen zoals hier komen? Wij liggen er tegen het mooie park van de Brunsummerheide aan. En we merken gewoon ontzettend dat dat heel populair is. En daarnaast hebben mensen gewoon heel veel uitstapjes in de omgeving. En waar gaan ze dan zoal naartoe? We zijn naar Kasteel Hoensbroek van de week geweest. En we zijn ook ze wezen zwemmen. En vandaag zijn we in de steenkolengrot geweest. En we gaan dus nog denk ik naar een tuincentrum waar ze ook een kerstmarkt en dat soort dingetjes hebben. En gewoon leuke dingetjes opzoeken. Ja. Ook voor de kinderen. Gisteren hebben we een mooie dag gehad. Dus toen zijn we de hele dag lekker naar de dierentuin geweest, naar Gaia Zoo. Dus toen hebben we heel erg gebofd met het weer. En we zijn lekker de heide op geweest om lekker in het bos te wandelen. En gewoon lekker binnen lezen, spelletjes spelen, dat soort dingen met elkaar. Maar in het bos wandelen, binnen lezen en spelletjes spelen kan natuurlijk overal in Nederland. Waarom dan toch Limburg? We komen zelf uit Rotterdam. En we willen altijd wel graag nieuwe plekjes ontdekken. En Limburg trekt ons altijd wel, ook de natuur om lekker te kunnen wandelen en dat soort dingen. Ja. En heeft die beslissing ook iets te maken gehad met corona bijvoorbeeld? Meer dat de keuze beperkt was, want we hebben op korte termijn nog iets geboekt. En ja, dan is er niet zo heel veel keuze meer. Dus dan is je keuze ook beperkt. Ja. Omdat het hier heuvelachtig is en wij komen uit Dalfsen en uit Hasselt. En daar heb je dus echt meer vlak. Ja. En dit is gewoon een heel ander gebied. Je voelt je een beetje in het buitenland. Ja, het is gewoon een ander uitzicht. Een ander uitzicht, ja. En vooral 's avonds als je dan hier staat. Dan is het net of je in de bergen zit. Al die huisjes die hebben de buitenlampjes aan en zo. Dat is gewoon heel leuk.